Hallo, leuk jullie weer te zien. Jullie denken, oh, wat is dit voor een rekkie? Nou, een heel leuk rekje. Want, even ietsje naar achteren zetten. Kan ik ook even een stukje, ja. Kan ik hem even wat scherper zetten. Ja. Zo. Nou, dit is een stukje van mijn verzameling van Me Online. Ik zeg het erbij. Hallo, hier. Ik zit hier achter de camera. Omdat ik het best wel even wil laten zien. Ik spaar ervoor en ik koop ze ook omdat ik ze ook draag en ontzettend leuk vind. Het is een ontzettend leuke shop. Webshop, dus ik zou zeker kijken. Ongeacht of het wel of niet je portemonnee is, je kan er ook leuke cadeautjes uit halen. Ze hebben ook kettingen, ze hebben ook andere dingen, hangertjes voor kettingen en dat soort dingen. Ik koop gewoon af en toe een 1 of 2, soms wel eens een verrassingdoos. Had ik ook nog een keer, die wil ik ook nog een keer kopen voor de lente, maar dan moet ik even voor sparen, maar dat geeft niet. Ze zijn lichtgewicht en sommige zijn ook nog van collecties, zoals Noël van Dreven, zoals deze, geloof ik. En nog een paar, maar ik weet niet meer welke. Durf het niet meer te zeggen. En dit is natuurlijk, ja, geweldig. Ik ben gek op sprookjes. Dus dat is helemaal. Dit is zeg maar zo'n Volkswagentje. Dit is een spookje, dus ook van Noël, geloof ik. Nou, ik ben echt gek op dit soort dingetjes. En ik heb nog veel meer. Dus ik kan het je laten zien. Dan zei ik, oh mijn kom, wat heb je nou weer gedaan? Ik had toen laatst ook weer een paar gekocht. Hallo, dat is een beetje. Kijk, dit is een beetje. Dit zijn hangertjes. Die heb ik gewoon op een oorbel gedaan. Dus die. Ze hebben ook dit soort oorbellen. Ja, jongens. Ik ben helemaal verliefd. Zou ik zeggen. Dus die. Ik heb ook nog een paar nieuwe gekocht. Dat komt nog. Of dat is misschien al geweest. Zoals deze. Die moet ik nog een. Zo kan je het beter zien. Ik zal het even scherp stellen. Deze. En deze. Ja, en deze konden niet ontbreken. Die waren zo cute. Dus die. Even een schermpje. Zo. En hoppa. Dus ik spaar ervoor en dan kan ik er een aantal kopen. Sommige heb ik ook gewoon cadeau gekregen van vriendinnen en zo. Dus dat wil ik er even bij zeggen. Het is niet gespons. Dit is gewoon een perfecte webshop die eigenlijk een beetje in mijn hart ligt. Altijd leuk als je wat, zoals in de reacties wat zegt, dan krijg je altijd een reactie terug. Het is top service, top dame, kwaliteit van op het top. Ze zijn niet te zwaar, want ik heb nu deze in. Ook toevallig ook olifantenblouse heb, dus ik vond dat wel heel erg leuk en toepasselijk. Dus ja, dus ik vind het leuk om lekker bijpassende oorbel of een niet bijpassende oorbel, maar wel toch de kleuren heeft. Kon je ze helemaal dan op en top en in de nopjes. Dus ik zou zeggen, doe een duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal, druk op het belletje en blijf je altijd op de hoogte. Bye, ik zal de site opzoeken en misschien hieronder linken.